naar een nieuwe video van mij. In deze video ga ik je de swatches laten zien van deze nieuwe Essence kleuren. In een van de vorige video's, een paar weken geleden, zag je al dat ik bij een event was geweest van Essence. Daar heb ik alle mooie nieuwe producten gezien die allemaal nieuw in het assortiment komen. En zoals ik toen al zei, mochten we het hele schap plunderen met alle producten die we mooi vonden. Natuurlijk ging ik voor deze lakjes. En ik kreeg ook al een hoop reacties van jullie of ik de swatches wilde laten zien. En natuurlijk wil ik dat doen. Dit najaar zijn er een hoop leuke kleurtjes bijgekomen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of al deze nagellakken nieuw komen in het assortiment. Maar een aantal kleuren daarvan in ieder geval wel. En ze zijn in ieder geval ook allemaal nog gewoon verkrijgbaar. Dus sommige kleuren zullen echt nieuw aan het assortiment worden toegevoegd. En sommige zijn er misschien al. Ik ga zo meteen alle swatches laten zien. En ik heb alvast één laagje aangebracht. Je zal zien dat dat eerste laagje al redelijk dekkend is. Sommige nagellakken zijn zelfs al volledig dekkend met één laagje. En ik ga nu dus een tweede laagje aanbrengen. Alle swatches op een rijtje. De kleuren zijn echt super dekkend. Je hebt het net kunnen zien bij de swatches. En een tweede laagje is echt perfect dekkend voor alle kleuren. Alleen deze lichtroze kleur lijkt misschien iets minder dekkend. Maar het is gewoon een heel licht kleurtje. En twee of drie laagjes is echt prima. De roze kleuren zijn ook ontzettend mooi. Ze lijken hier misschien wel veel op elkaar. Maar er zit echt wel verschil in. En daarom vond ik het wel leuk om ze even naast elkaar te swatchen. Zodat je goed de verschillen kan zien. Een van mijn favorieten is deze kleur. En dat is Coral Me Crazy. Een super mooi kleurtje. Echt heel lekker fris en zomers. Een andere mooie kleur vind ik deze. Dat is de mintkleur. En dat is Play With My Mint. Ook een hele mooie mintkleur.
En die kan eigenlijk het hele jaar door gewoon prima. En ook deze donkerblauwe kleur, en dat is Royal Blue, vind ik ook ontzettend mooi. En deze is natuurlijk ook heel erg leuk voor de herfst- en wintermaanden. Zoals je net hebt kunnen zien tijdens het swatchen, hebben deze nagellakken een vrij breed kwastje. Ik vind het zelf altijd wel heel erg fijn. Je kan meteen de hele nagel bedekken en je bent super snel klaar met het nagellakken. Ik heb nu geen topcoat aangebracht en je ziet toch dat er echt wel een mooie glans zit in al deze kleuren. Dus ik ben echt super onder de indruk. Ik vind ze heel erg mooi. Er zijn trouwens nog veel meer kleuren. Maar dit is wel een selectie van een aantal kleurtjes die ik echt heel erg mooi vond. Deze nagellakken worden dus verkocht bij Kruidvat en Trekpleister. En ze kosten €1,69 per stuk. Dus dat is echt super voordelig. Ik ben heel benieuwd welke kleuren jij het allermooist vindt. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Als je deze video leuk vond, doe dan even je duimpje omhoog. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.